Kennen jullie elkaar eigenlijk? Ja, we kennen elkaar. Samen op de boot gezeten, hè? De boot is Get Late Night, ja. Ja, wat ik me wel herinner, is dat hij altijd toch veel bezig was over vaginale droogtes. Oeh! Ja, ja. Ja, ik ben er nog altijd niet vanaf. Ik heb al drie... Ik heb al drie gynaecologen versleten en ze zeggen alle drie, we gaan dat oplossen, maar het is niks. Zie ik dat niet gedroomd, het ging er echt over. Ja, je weet het. Ja. Maar vooral, je moet weten, ze zijn maar juist wakker. Je zit op James Cook te kijken, die in zijn peignoir alles open zit. En dan begin je aan het ontbijt over vaginale droogte. Terwijl je de salami wilt pakken. Redelijk heavy. Ja, sorry jongens. Maar dat was wel gezellig op die boot. Maar het was supergezellig, ja. Ja. Margriet, Rick speelde een van de Callboys uit de gelijknamige serie. Heb je die serie gezien? Ja, ik vond het eigenlijk geweldig. Ja. Ja. Maar nu die tweede reeks heb ik afgehaakt. Ja, sorry Rick. Ja. Nee, dat is, ja. dat is eerlijk. Gelukkig is die al uitgezonden. Ja. Nee. Ja, kijk, je kunt niet altijd alles graag zien. En er zijn dingen die op dat moment die je boeien en andere niet. En soms worden nu niet die cowboys, maar bepaalde feuilletons worden zo opgehemeld. En dan denk je, wauw, dat moet ik zien. En dan zie ik deze aflevering en denk ik, dikke zever. Ja, sorry, ik ben altijd streng. Maar rechtvaardig. Nee. En naar wat keek je dan? Tien om te zien en al? Nee, naar dat water en zo weten. Dat stilwater of dat overwater? Overwater. Overwater. Vochtig. Nee, heb jij tatoeages, Margriet? Alsjeblieft, waar moeten ze die zetten? Die veranderen om de maand. Ja. En die slang, dat zijn... Is Kundalini. Kundalini, ja. Life force energy. En Ian, drink je ook van die olie? Een cowboy, heb je daar ooit een beroep op willen doen? Of zou dat iets voor jou zijn, zo'n cowboy? Ja, maar dan zou ze er wel een beetje anders uitzien dan die bende, denk ik. Hey, gast, wat is het probleem, hè? Nee, dat is allee, ik bedoel, seksueel ben ik niet aangetrokken door jullie. Ik vind jullie allemaal goede acteurs, maar ik zou ik toch nog wat anders kiezen. Jij hebt veel muziek naast geleden? Ja, allee, ook gewoon, ik was een heel wild kind. Ja. Dus heel veel dingen gebroken. Echt wel. Ja. Ook mijn wijsheidstanden, mijn sleutelbeenoperatie. Ja. Je micro. Maar goed, Frank, heeft hij een koosnaam? Ja, hij zegt mij darling en ik ook tegen hem darling. Darling. Oh. Ja. Rick, jij een koosnaampje voor je... Het staat op het scherm eigenlijk. Dierlijk product. Margriet, drink jij veel eigenlijk alcohol? Ja, als ik student was, ik zo op elke vent onder tafel. Ja, dat was zo. Hoe heet jij, Herman? Ja. Voor mij toch wat extra relaxed. Zeg. Ja. Toch een beetje relaxed te zijn, extra. Echt wel voor de show? Of? Gewoon even een massage, dat ik toch... Maar ik doe dat af en toe. Zuignappen? Ja, dat zijn die zuignappen. Hè? Ja. Dat is met vuur en potjes. En dat zuigt alle stress, toxicity. Ik dacht alles. Ik denk, daar moet ik het ook eens over weten. Ja. Vorig jaar op de Gentse feesten heb ik mijn pas moeten tonen voor bier. Meer? Ja, echt waar. Ik was van zin om naar uw plechtige communie te komen. Wat denk je van de kandidaten vandaag? Wel, het ideale scenario voor mij is Mathieu wint. Ja. En Christine speelt de finale tegen Thomas. Ja. Thomas verliest en hij wordt heel zijn leven uitgelachen omdat hij er maar één keer in gezeten. Ik heb voor onze prachtige nieuwkomer een gedicht geschreven. Oeh, dat is mooi. Ik zou heel graag een gedicht voor u voorlezen. Als Dank u graag. Staat. Dank je wel. Ja. Thomas Huygen, jij bent mijn ideale wereld. Jij, die kerel die de boel heerlijk ontregelt. Klein van gestalte, maar groots in zijn doen. Mogen deze jonge, vrolijke God zegevieren. Alle deuren op alle kieren. Laat hem binnen, we zullen hem
beminnen. Vanavond slaat hij hier alles in duigen. Dames en heren, Thomas Huygen. Oh. Is dat de eerste keer in je leven dat er iemand een gedicht... Ja. Ja? Het is prachtig. Het is, ben je ontroerd? Ja? Ik heb even meegelezen en ontregeld is met een T. En je papa is politieagent? Rechercheur, ja. Vroeger de rijkswachter en nu... Stond jij vroeger zo op de speelplaats als kindje? Mijn papa is bij politieagent. Irritante kleine. Ja, Herman, gaat het? Ja, een flik, koude lukjes, laat zijn ballen uit zijn broek. Het is zijn vader. Het is zijn vader. Herman, voel je op je gemak met... Het is dat ik ervoor betaald word, hè. Heel goed gedaan van haar. Dank je wel. Graag gedaan, hoor. Ja. Vind je Herman leuk, Kostje? Ja, superleuk. Ja? Ja. Ja, ik vind haar ook leuk. Ze is eigenlijk ook mooi voor iemand van 1,40 meter, vind ik haar heel leuk. Vind je Herman nog altijd leuk? Ja. Ah, okay. Ja, ja, ja. Nee, dat is goed. Stefan, heb jij een favoriet woord? Ontregeld met een D. wrijf jij wel eens over een vrouwenborst voor geluk? Jawel, mijn tante Sonja zei eens, als je over de onderkant van mijn borsten wrijft, ga je gelukkig zijn. Ik heb dat dan gedaan en na 2 minuten ontdekte ik dat ik aan haar knieën aan het wrijven was. Ik ben heel kieskeurig in mijn vleesjes. Zo. Zeg je dus? Frikandel. Ja? En een biki cheese is eigenlijk... Dat is het enige wat je eet in de frietjes? Ah, nee, en frietjes. Hè. En frietjes, ja, natuurlijk. Ja, en welke saus? Mayonaise. Mayonaise. Ja. Stoflijstsaus kan ook. Ja. Ja. Ik heb wel zin in frietjes. Ja, ik heb echt mooi. Kunnen we dat even gaan halen? Ja, ik weet het. Als je dat dan zegt... Ja. Wat is frieten hoor! Een biki met kaas! De groente met mayonaise! Ja, nee. Welke snack zouden jullie naar jullie penis vernoemen? Een mini lumpia. Ja, ik moet zeggen, Erik, ja. Dat is misschien wel een beetje een taboe zo, om erover te praten, maar ik heb een heel kleine penis. Ja. Ja, dat is ik goed. Heb dan ook nog eens erectieproblemen. Ja. Dus als mijn lief mij pijpt, dat is precies op die op een steamroll aan het chicken. Oh nee, ik krijg beelden. Oh. Wat is jullie lievelingssnoepje? Blauwe ecstasy. Vind ik lekker. Kennen jullie elkaar een beetje? Zeker. Ja. Geert is ooit te gast geweest in de Ideale Wereld. En wij wonen alle twee een beetje in dezelfde buurt. Ja, ik ben inderdaad te gast geweest in zijn programma. Ja. Vorig jaar, toen ik een nieuw boek uit had. Ja. Maar ik heb mijn boek nu zo mee, nu moeten mij niet meer vragen. Oh. Ik heb weer een nieuw. Ah, heel goed. Voilà. Ja. Laat het boek misschien even zien. Ja, dit is hem. Ja, maar ja. De eerste keer dat ik werd opgemaakt ooit voor ik doe al een tijdje mee, Erik. Ja, zit al een tijdje in de game. Ja. En de eerste keer dat ik op televisie kwam in Nederland was ik 18 jaar. Ja. En toen zag ik die mevrouw wel kijken van, oeh, dit heb ik nou nog nooit gezien. En die, maar dit is serieus waar, die heeft geprobeerd om die hazellip echt letterlijk weg te klamuren. Ja. Dus ik zag eruit als een Indiaan. Ik was echt Donald Trump. Nee, maar serieus, die heeft echt geprobeerd. Ik zag er echt. Het heeft echt een half uur geduurd. Die was helemaal proberen die littekens weg te werken. En dat heeft. Ik heb nog een week zo rond moeten lopen. Ik kreeg er gewoon echt niet vanaf. Als wij bij iedere vraag 13 bijvragen gaan stellen, dan. Dan halen we het gewoon niet. Want Julie moet nog een column schrijven. Ja. Dat is mijn show. Ik heb een boek om te lezen, dus laten we gaan beginnen, Erik. Het is met letters, zie ik. Ja. Verrassend. En ik ben ooit, maar dat is niet Disney, maar wel gelijkaardig. Ik ben ooit voor Nemo. Ja. Nee, Shark's Tale. Shark's Tale, ja. Hadden ze mij gevraagd of ik dan een haai wilde spelen die een klap op zijn gezicht had gehad. Ja. Dat is echt waar. En toen moest ik die stem inspreken. En toen kregen we terug... Nou, zo'n grote klap was het... Nee. Of ik blijf soms graag weg van mijn huis.
Is dat raar? Nee, nee, helemaal niet raar. Nee, nee, is helemaal niet raar. Is het voor de geur of zo? Hebben jullie katten thuis? Twee. Nu hebben we Perno en Kootje. En we hebben er nog een stuk of drie die komen schooien aan de achterdeur. Ja. Die noemen we Erik, Erik en Erik. Ja. Weet u hoe dat dan noemt, zo'n ijsblokje om je achterste mee af te doen? Nee? Een ijskontje. Ik voel een volgende boek aankomen. Heb je het vanaf het ook gestyled? Nee. Dat moet een collega geweest zijn, denk ik. Ja. Nee? Ja. Eentje met burn-out, denk ik ook. Oh, dat is een grapje. Ja, Jani, wat vind je van de outfits van de kandidaten vanavond? Ja, mooi eigenlijk, ja. Goed. Echt waar? Ja, ze zien er goed uit. Ze hebben allemaal hun best gedaan. Oeh. Ik vind dat... Ja, raar. Ik vind het ook niet leuk als ik niks gemeens kan zeggen, maar het is nu zo. Maar nee, ik heb gelijk. Ze zien er goed uit. Ja. Het lief van een apotheker, dat zie je zo. Ja. Een premature rugbyspeler. Ja. En een tattoo-ontwerpster die haar schort omgekeerd aan heeft. Ja. En van nu weet ik het eigenlijk nog niet. We gaan zien, hè. We gaan zien. Maar je kunt al fietsen. Jullie ervaring met mijn cannabis? Heb je wel zo'n joint gerookt? Denk je dat ik hier nuchter ben? Kan Ronaldo jou krijgen? 3 keer per dag. Barbara, kan Ronaldo jou krijgen? 4 keer per dag. Het wereldrecord Olly is 90 centimeter van de grond of zoiets. Ja, ja. Hoe ver kwam jij van de grond? 30 centimeter of zo. 30 centimeter, ja, is toch al... En hoe ver kom jij van de grond, Erik? Kom jij van de grond? Ja, wat is de minimumleeftijd om deze quiz te mogen presenteren, Erik? Is dat nog altijd 75 jaar? Hoe hebben jullie de koffie graag? Ik gelijk mijn mannen, heet en goedkoop. Dat is toch straf? Boete omdat je in de oceaan plast. Ja, en als je er een scheet in laat, krijg je een gasboete. Ik eet meestal havermout 's morgens. Ah, ja, oké. Ja. Gaat dat met je lippen? Ja. Jani, je hebt meegespeeld in FC De Kampioen. Ik heb 1 aflevering meegespeeld. Ja. En wat speelde je dan? De stylist. Dat is eigenlijk mezelf, ja. Ik moest niet echt acteren. Nee. Ja. En moest je dan tegen Boma zeggen van dit kostuum of dat kostuum? Nee, Carmen die had een modeshow georganiseerd en ik moest de modellen regelen. Oh? Ja, keileuk. Ik heb me echt rot geamuseerd. Oké. Ja? Barbara, FC De Kampioen, zou het niks voor jou zijn? Maar Erik, natuurlijk! Wacht, het lukt niet. Ik heb ooit Carmen nagedaan. Er vragen? Ja. Barbara, FC De Kampioen, zou het iets voor jou zijn? Nee.